allemaal, super dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Vandaag weer een video, what a surprise. Maar ik kreeg ineens inspiratie over deze video, puur omdat mijn zusje morgen naar Utrecht gaat. En ze hadden het ineens over een aantal winkels waarvan ik niet wist dat wij die in Nederland hadden. Dus het leek me vandaag heel erg leuk om deze winkels met jullie te delen, omdat jullie ze waarschijnlijk heel erg vaak voorbij zien komen in bijvoorbeeld shoplogs van Amerikaanse mensen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga vandaag 5 winkels met jullie delen en ik ga ook gelijk wat achtergrondinformatie met jullie delen over deze winkels. 1. De Brandy Melville. Ik denk dat heel veel mensen van jullie deze winkel wel kennen. Super bekend in Amerika, maar nog niet zo super bekend hier in Nederland. Behalve als je bijvoorbeeld Amerikaanse vlogs kijkt. Er worden veel shoplogs gemaakt over de Brandy Melville en ik ben altijd heel erg onder de indruk over hun kleren. Maar wisten jullie dat deze winkel ook gewoon in Nederland is? Zo is er een Brandy Melville in Utrecht en in Amsterdam. Goed, Brandy Melville is een Italiaanse kleding- en mode-accessoirenmerk dat hun product op de markt brengt voor tienermeisjes en jonge vrouwen. Het bedrijf werd in 1970 in Italië opgericht door Silvio Marsan en zijn zoon Stefan Marsan. De naam is gebaseerd op de namen van personages in een kinderboek. Ook is Brandy Melville natuurlijk heel erg bekend om de one-size-fit-all maten kleding. Nou heb ik daar natuurlijk heel erg veel meningen over gezien op YouTube. En ik zou het niet weten, want ik heb geen enkel kledingstuk van de Brandy Melville. Wat ik wel heel graag zou willen trouwens. Maar ik heb sowieso altijd een beetje mijn mening over one-size-fit-all kleding. 2. Dunkin' Donuts. Ik denk dat de meesten van jullie Dunkin' Donuts wel kennen. Super bekend in Amerika, maar tegenwoordig wordt het ook steeds populairder hier in Nederland. Je ziet namelijk ook al de donuts voorbij komen in de Jumbo bijvoorbeeld. Ik vind ze nogal prijzig, maar je kan het proberen. Dunkin' Donuts kun je onder andere vinden in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Maar zoals ik zei, kun je ze nu tegenwoordig ook gewoon in de Jumbo vinden. Dunkin' Donuts is een internationale koffie- en broodjesfirma. Door de Amerikaan William Rosenberg opgericht in 1950 in Quincy, in de Verenigde Staten. Het is een dochterbedrijf van Dunkin' Brands en in deze fastfoodketen worden koffie, donuts, bagels, muffins en ontbijtsandwiches verkocht. De slagzin is America runs on Dunkin'. Dus heb je nou een keer zin in donuts en wil je iets Amerikaans proberen? Ren naar de Dunkin' Donuts of gewoon naar de Jumbo. 3. De Forever 21. Veel van jullie kennen denk ik de Forever 21 wel. Heel erg bekend, wederom in Amerika, maar tegenwoordig ook veel te vinden in Nederland. Het zit onder andere in Rotterdam, Amsterdam en Bergen op Zoom. Ik koop heel vaak kleding bij de Forever 21, maar ik bestel het vaak via de webshop. Forever 21 is een Amerikaanse kledingketen met een hoofdkantoor gevestigd in Los Angeles, Californië. Sinds de oprichting in 1984 is Forever 21 gegroeid van een vestiging in Los Angeles tot een multinational met meer dan 600 vestigingen in 131 landen. Het kledingconcern kenmerkt zich door een aanbod van trendy mode tegen budgetvriendelijke prijzen. Naast man- en vrouwenkleding verkoopt Forever 21 ook kleding voor kinderen en accessoires. Ook zijn de prijzen natuurlijk niet zo duur, dus wil je eventjes kijken naar leuke kleren wat best wel Amerikaans is, ga vooral even kijken bij de Forever 21. 4. De Abercrombie & Fitch. Ik kende de Abercrombie & Fitch helemaal nog niet echt, want ik had natuurlijk wel een paar keer voorbij zien komen, op YouTube filmpjes bijvoorbeeld. Maar wat ik echt niet wist, was dat we die ook in Nederland hebben. De Abercrombie & Fitch is namelijk te vinden in Amsterdam. De Abercrombie & Fitch is een Amerikaanse winkel van vrije tijdskleding. Het bedrijf is in 1892 opgericht, gevestigd in New Albany, Ohio. Abercrombie & Fitch heeft 339 winkels in de Verenigde Staten. In het kader van de merkbeleving zijn de winkelmedewerkers modellen die vooral Abercrombie & Fitch kleding dragen. Het Europese hoofdkwartier bevindt zich in Milaan. Zeker even een kijkje waard. 5. Victoria's Secret. Je kent het wel, de Victoria's Secret van de modeshows en de angels. Ik vind het altijd super leuk om te kijken op tv, maar de lingerie vind ik ook super mooi. De Victoria's Secret kun je onder andere vinden in Amsterdam en Eindhoven. Vooral vaak op luchthavens. Victoria's Secret is begonnen in San Francisco, Californië in 1977 door Roy Rimmel. Hij opende de eerste winkel in het Stanford Shopping Center. Deze werd snel gevolgd door een catalogus waar men per post kan bestellen en 3 andere winkels. Victoria's Secret staat bekend om haar modeshows met modellen zoals Heidi Klum, Douce Cruz en Romee Strijd. Dit zijn de Victoria's Secret Angels. Ik moet zeggen, de prijzen zijn redelijk hoog. Ik denk dat je wel kwaliteit krijgt, dus dat is wel erg mooi meegenomen. Dus zoek je mooie lingerie of nachtkleding, dat soort dingen. Ga zeker even een kijkje nemen in Amsterdam of Eindhoven. Dit was de video weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je hem leuk vond, doe zeker even een duimpje omhoog. Abonneer hieronder. En dan zie ik jullie heel graag snel weer. Doei doei!